Yo mensen van Judy Data, welkom bij een nieuwe video. Vandaag een Pokémon Card Deckbuilding video. We beginnen met de energies. Ik gebruik 4 Rapid Strike Energy. Basically wat discard doet is discard kan abuse. Dat die alleen kan attached kan worden naar een Rapid Strike Pokémon. Maar hij geeft wel 2 energies, dus dat maakt hem goed. Dan hebben we nog een Stone Fight Energy. Deze kan alleen naar Fighting Type worden geattached, maar daarvoor. Als deze kaart attached is op een Urshifu V-Max bijvoorbeeld, dan krijgt hij door deze kaart 1 keer minder damage. Dan 5 gewone Fighting Energies. Dat is alles wat ik van energy speel. Omdat meer ga je nodig hebben. Dan ga ik naar de trainer cards. Ik run 3 keer Professor Research, Juniper. De holoversie 2 keer. Nou, discard je hand en raap 7 kaarten. Handig als je niks kan. Ik run 3 keer Marine. Twee keer Boss Orders. This card zegt, switch one of your opponent's Pokémon. Opponent's benched Pokémon with their active Pokémon. Nou, handig als je een V-Max hebt op liggen. Waarin dit deck snel aankomt binnen de tweede, derde beurt soms. Of eerste beurt als je geluk hebt. Verwissel het met een zwakker Pokémon die maar 30 HP heeft. En het is bijna geen. Kan wel maar 1 keer per beurt gebruikt worden. 1 Sharil. Nou, hij heal all damage from each of your evolution Pokémon if discard is. Discard all energies from the Pokémon that we were healed is this way. Redelijk fijn. En 1 keer Koriana focus. Raap tot je 6 kaarten in je hand hebt. Dat zijn de trainers. Dan wil ik graag naar de item cards gaan. Ik run 3. Oh nee, sorry. 3 keer Level Ball. Deze kaart zegt, zoek in je deck naar een Pokémon met 90 of lager HP. Daar heb je er best een boel van, zou ik maar zeggen. Dan hebben we 4 Quick Balls. Deze kaart zegt namelijk, you can play this card if you discard another. A card from your hand. Zoek in je deck naar een basic Pokémon. Dus wat je hiermee zou kunnen doen is je Quick Ball gebruiken om, laten we zeggen, trouwens, die was wel 90 HP ook, om een Pokémon te zoeken die kan evolueren. Nee, sorry. Om de geëvalueerde van te zoeken, gebruik je die voor. Dan gebruik je Quick Ball voor de basic. En dan laat je hem evalueren. Een Obtarian Rub. 1 keer. Rod, sorry. Een Escape Rope. 3 keer. Switch.
in Tower of Waters. Rapid Strike. Dat is belangrijk in het deck. Die mag je namelijk veel searchen. In Telpad. Dus voor je recycling van, als ik me niet vergis, supporterkaart. 1 keer Fan of Wave. Rapid Strike. 1 keer Pokégear 3.0. Kijk de top 7 van je deck op. You can reveal many supporter cards as you find. There and put it. Dus laten we die letterlijk doen is. Nou, bekijk 7 kaarten van de top van je deck. Reveal zoveel mogelijk. Alle support cards die je hebt. En je mag ze allemaal in je hand stoppen. Dus een redelijk goede kaart. Ik zou zeggen, run die 2 keer in plaats van bijvoorbeeld een pulpet. Het is niet best nodig. Dan nog een Water of Tea, Tower of Waters. Die gun ik 2 keer, kom maar vers. Nog een keer Escape Rope. Toolscrapper. Kies 2 Pokémons. Nee. Jawel, kies 2 Pokémons. Tool met een item geattached. Kies 2 Pokémons. Tool attached. Dus 2 Pokémons die iets attached hebben. Dan de Pokémon. Your opponent. En discard them. Dus hij haalt gewoon de. Laten we zeggen. Zegt dat een Pokémon een item heeft attached. Haal je er hier meer. Haal je er 2 vanaf. Dan Scoop Up Net. Vreemde kaart. Dat is een GX, maar werkt ook met een V. Put one of your Pokémon that's a V Pokémon or a Pokémon GX in your hand. Discard all attached cards. Ik raad aan deze kaart 3 keer te runnen. Wellicht gaan we weer Pokémon speelt. Qua V. En dan 3. Evolution Increase. Voor je evoluties. Dan de Pokémons zelf. Ik gebruik. Kijk eens op. Deze. Rapid Strike Ushifu Basic V. Ik zei het even nieuw. Rapid Strike Ushifu V gebruik ik 2 keer. Want ik gebruik 2 keer de V Max. 2 keer de V Max. Rapid Strike. Allebei. Dat zijn de meest belangrijke kaarten in je deck. Die kan je echt nodig hebben voor OTK'en. Dan Minfu. Rapid Strike run ik 1 keer. Jullie gaan zo zien waarom. Ik heb vaak gehoord dat het niet zo goed is, maar oké. Stonejourner. Single Strike. Ik ben nog op zoek naar iets anders ervoor. Maar voor nu doet hij het prima. Ik raad aan om te kijken of je een Rapid Strike hiervan kan vinden als je hem gaat runnen. Of verwisselen met een van die kaarten die ik net zei. Dan Minchino en Chinchino. Dus mij run ik die al bij 2 of 3 keer. Ik run Remoraid. Zo, lastig. Die run ik te zien 2 keer.
voor een search om over te kunnen gaan. Want vanuit Remoraid ga je naar Octillery. Octillery zegt ability. Once during your turn, you may search your deck for a rapid strike card. Dus niet energy, supporter of item of Pokémon. Nee, gewoon een kaart. Dus zeg, we hebben deze op het veld. Ik gebruik zijn ability om deze naar mijn hand te halen. En zeg dat je er nog één hebt. Die naar je hand te halen. Krijg die Urshifu V op het veld. En gaan één keer over naar de Urshifu V Max. En dat is die combo wat ik bedoelde met je kan binnen één beurt al winnen. Ongeveer. Nog één Octillery. Dan raad ik je toch aan om Remoraid op 3 te spelen. Ik ga het zelf ook nog aanpassen. Eén Zigzagoon Galarian. 70 HP. Kan dus worden gesearched met één van je searchkaarten. Zijn ability is, when you play this Pokémon from your hand onto your bench during your turn, you may put one damage counter on one of your opponent's Pokémon. Altijd handig. Dit Machino, nog één keer. En nog één keer Chinchino, zoals ik al zei. En nog één Rapid Strike Machow. En die is dan juist omdat, kijk, je hebt, laten we zeggen, zeg dat je een Quickball hebt. Deze ligt in je deck. Dus deze ligt even in je deck. En je hebt die level ball, wat ik bedoelde. En je hebt voor de rest niks in de hand. Op 2 kaarten na. Level ball. Je zoekt een Pokémon met 90 HP voor je deck. Minder dan 90 HP of 90 of minder. Dan ga je voor hem. Dan level ball. Discard je een kaart, ga je voor hem. Dan heb je al meteen 90 damage op layer. Heb je tenminste iets in je hand. Of iets op je veld. En dat was het deck. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Oh nee.